Ik vind het fantastisch dat ik gay ben. Op mijn 12e kwam ik erachter dat ik op vrouwen viel. Ik realiseerde mij op een gegeven moment in mijn jeugd dat er iets met mij aan de hand was. Waarvan ik denk, nou, ik word aangetrokken door je meisjeskleding. Ik heb het wel met jongens geprobeerd, maar dat was KUT. Het heeft mijn leven anders naar boven gegooid. Ik leefde in twee werelden. En de belangrijkste wereld was natuurlijk de buitenwereld, want daar word je op aangekeken. Ik werd op het matje geroepen bij mijn vader, op zijn werk. En die zei, Lies, Sodom en Gomorra, ik wil het niet hebben. Dat kwam op zetten en ik heb dat weg proberen te duwen, mijn leven lang. Tot het niet meer kon. Ik zeg, ja papa, ik kan niet anders. De worsteling is dan ook steeds groter. En de leugen wordt steeds groter natuurlijk. Toen werd ik betrapt door een kapelaan. Die kapelaan noemde het woord homoseksualiteit. Voor de eerste keer in mijn leven. Nooit van gehoord. Ik wist ook niet wat het was. Dus maar het schijnt een heel erg zonde te zijn. Ik had thuis geen leven. Ik ben ook op mijn 17e... naar Amsterdam vertrokken. In de grootste censuur kwam van mezelf. Ik vond, als het niet mag, dan mag. Ik vond ook dat het niet mocht. En uiteindelijk toen de stap genomen om te zeggen, nou, ik ga naar het genderteam toe in het fysiekenhuis hier in Amsterdam. En ik ga het melden bij mijn werkgever. En daar heb ik mijn eerste seksuele ervaring. Ja, vreselijk. Ik zou 3 weken op vakantie gaan. Na die 3 weken vakantie zou ik terugkomen als Connie. Ik liep op eieren natuurlijk, want ja, dat was natuurlijk wat. En in mijn blauwe mantelpakje de deur door. En ja, daar was ze dan. Vreselijk lekker. Toen hield het, eigenlijk het verborgene hield op. En toen heb ik met veel genoegen ben ik homoseksueel geworden. En toen kwam ik mijn kantoor binnen. En toen stond er op mijn bureau een bos bloemen met een kaartje eraan. Welkom, Connie Koreman. Veel succes in je verdere loopbaan. Directie en medewerkers Ballas Nedem Infra. En niet te vergeten een doosje met nieuwe businesscards. Waarop dan stond Connie Koreman, bedrijfsleidster. En ik zweefde op een roze wolk. Zo ongelooflijk veel geluk wat er dan door je heen stroomt. En wij mochten, het was de eerste generatie die het mocht, die wij mochten geen zijn. Nou, blij toe. Want uiteindelijk zijn we toch mensen van de maatschappij. Ieder mens heeft recht op respect en op zijn eigen identiteit. Vroeger heette ik dan wel Koen, maar ik heet nu Connie. Ik ben nog dezelfde mens. Alleen, ik ben nu compleet gelukkig.